Hij was er binnen. Nou jongens, wat heb je hier een mooi uitzicht. Ja. Je hebt hier eigenlijk het allermooiste plekje van de hele trekker trek, dacht ik, of niet? Ja. Goeiemorgen, een nije dij, een nije vlog. Check dit, ik ben helemaal intenu. Simmer in Friesland, chats, Omroep Friesland. Want, wat staat er hier op de planning? Ik zal hier te jaren met een collega, zal ik op naar Oudemidden, naar de trekkertrek, om daar eens even te zien wat het volk die daar aan het omstruinen is, wat die ervan vinden, wat hun daar brengt, wat ze ervan vinden, wat ze het mooiste trekkermerk vinden, sok ze wat. Nou, het waar is een beetje wisselvallig, dus ik had het shirtje, maar ik had ook nog een jasje. Jelke is van de morgen al voortgegaan met Saak en Ildo, want die zal even naar Lemmeta. Daar is het IFKS Scootjesilm. Nou, en Jelke had altijd meisild, leest hier net meer, maar ja, vroeger vanaf zijn 15e altijd meisild. Dus die zei, ik wil er toch nog even om het hoekje zien. En misschien als ik van de media nog 10 uur ga, dat ik daar nog krijg even om, want het is maar een kwartierke van oude middem, zeg ik. Dus nou ja, dat stelt net heel veel voor. Dus misschien dat ik hun nog even opziekje. Ja, we binden hier natuurlijk trui een hele weken voor het Westmaai-vakantie. En ooit hebben we toch altijd wel echt nou, van het scootjes heel naar Sjeen en in Friesland dingetjes. En dat hebben we nou net in. Dus als ik dat nog mij pikken kennen zo mooi wijzen, maar we sjuren wel goed erin. Ik ga krijg nog even mijn gitaar ontpielen west. Want zoals je hem weet, stiet er een documentaire om te komen over de Friese taal in orengebieden. Dus zelfs in Duitsland werd er nog een vorm van het Friese prutsen. En wij gaan al de Friese talen bij Del. En ik zal ook een verske even scrollen, dus daar heb ik met Dwane West. En dat stiet vanaf november op de planning, dus dat komt echt wel dichterbij. Ik had er heel veel zin in die documentaire en ja, we zullen wel zien wat dat brengt. Ik ben via de kleer, ik ga mijn extra batterijtjes mee voor de vlagcamera, ik ga wat kaartjes mee. Nog een extra setje kleer mocht ik wel naar Lemmer gaan, want anders stien ik daar natuurlijk weer in mijn omroep shirtje, dat maakt maar net. Pik ik eerst even mijn collega uit Ljouwen en dan op naar Oudemidden, trekkertrek. Ik zou zeggen, via het net te abonneren en te liken. En ik neem je mute, bij mij. En ik ben bij de omroep. Even zien wat Sven er al is. Dan krijgt hij een plaspauze. En dan gaan we die kant op naar Oudemidden. Trekkertrek. Nou, wij zijn onkaam in Oudemarden, moet ik zeggen. Want op de boorden stier Oudemidden en in het Fries Oudemarden. Dus ik zei hield het Oudemidden, maar het is Oudemarden. Dus excuus. Wij zijn onkaam, Sven en ik. En wij zullen eens even zien wat het volkje doet. Het misert een beetje. Net ideaal, maar ach, dat mij de pret zeker niet druk. En ja, we maken er een mooie middje van. Daar gaan we. Nou jongens, we binden. Je hebt jij dat al, het lawaai op even te groen. We hebben nog een Instaframe rond in elkaar zetten. Ik kan de meeste op een foto en dan posten. En bij de Simmer in Friesland bus. Hier een groot festival. Ik ben er clear van jongens. Het Instaframe wordt al benut. Ik ben al gewoon die stinder mij op. Dus ik ben benijd dat het op socials zetten moet. Zullen we het zien? Een aantal interviews hoor. Super gemoedelijk publiekje, dus dat is heel dan net moeilijk. Het is gewoon af, doe je even een praatje met Jelsen in. En ja, zo kom je ook nog heel wat te weten van het volk wat je omstruunt. Echt een gek. Nou, maar je moet eens zien, het is hier al aardig vol. En nou, ze denken direct om mijn benen. Dat is zo mooi. Hè? Het is voor oud en jong, er is voor alles wat te doen. En het is een hele leuke, gemoedelijke sfeer hier. Dus ja, ik zou zeggen, trek nog nooit best. Even heen en weer. Waar van de bandje? Zou je hem hebben leukste filmpjes? We hebben de leukste filmpjes van Oudemarden? Ja, ik zeker weten. En waar ben je? Nee. Martina. Sanne. En? Ja. En kom je hem hier elke keer op de trek? Ja. En ik zag die merk al, een vent. Ja, zeker. Dat is die web? Ja, maar er toch geen treks van mij. Echt weer? Ja. Waar toch mij? Nee. Echt weer? En hoe gaat dat, Joert? Ja, volgens mij wel goed. Ik heb okay. Oh ja, maar de telefoon even maken? Ja. Leuk. En het rijden van de morgen, want het is nou gelukkig droeg, hè? Ja. Ja. Nou, leuk man. Hey, heel veel willen hier op het trekken. Ja, dankjewel. Want door een keer. Ja. Hoi. Hoi.
Nou, een masterchef. Je bent heel wat mensen in het spieren om zo'n festiviteit draaien en herinneren te gaan. En dat is toch wel heel erg leuk. Zij Erik flink ark. Nou jongens, wat heb je hier een mooi uitzicht? Ja. Je hebt hier eigenlijk het allermooiste plakje van de hele trekke trektocht, ik heb net. Ja. En wat gebeurt hier? Wat doe je dan? We zijn op het vlakje in de baan. En wat houdt dat in? Nou, want de sterke trekkers die maakt je troep en dan kennen de hoortrekkers de nemen boeriede en dan maak je wij vlak. Heel belangrijk dus. Ja. Wauw, te gek. Hey, heel veel succes joh en geniet. Ja. Hoi. Hier is het uitvlakje. Het mooiste baantje van de trekker. Nou, de interviews zitten erop. Maar ik wil natuurlijk nog correct even wat van de trekker zelf zien. Want stiekem vind ik het wel heel leuk om te zien. Dus ik zou eens even zien hoe het je gaat. Even zien, alle mooie bandjes. En wat vind je van de trekkertrek? Leuk. Ja? Wat is je favoriete trekkermerk? John Deere. John Deere? Van Dijk. Of is alle wel mooi? Ja. Alle wel mooi. Mooi man. Ja jongens, het weer echt te gek. Ik zit toch op naar Lemmer, want daar ben mijn mandje en mijn bandjes. Dus even zien hoe de tag hier is met het scootje stil. En jongens, wat hebben we hier in Friesland toch een prutte mooie ding. Je hoeft net voor je vlot, maar ze zien het lekker gemoedelijk wat gezellig. Sinds je erbij, wat wil een meisje nog meer. Hey, op naar Lemmer. Ik ben inmiddels in Lemmer. Ik ga een parkeerplakje voelen, hoe is het mogelijk, want het is hier smoordrok. Maar ik zal me even omklaaien en dan zul ik Jelke en de bandjes opzieken. En misschien hoe die van, wat die van die horen. Ja, even zien dat ik nog wat van het scootje zie maken. Ik denk dat het al haast dien is. Maar in ieder geval hier even lekker in de Lemmer omstruinen met Jelke en de band. Tada! Ben ik met shit. Nou, en Mattie en me even zien. Ik zie al hier al scootjes lezen. Het is hier echt smoordrok, maar al hier volk. Al hier meestal op touw. Ik ben heel benieuwd wat de scootjes dien haar. En wat zaken heel dat ervan voelen. En Jelke vanzelf. Even scootjes spotten. Ja, je muziek. Je mag wel eens even shit, dacht ik zo. Met tante Femke? Nee, tante Femke. Nee? 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 Oh. Doe we? Hoi, liefie.
jongens. Ik ga naar de trekkerwest. Jullie gaan naar het scootjesilmest. Je hebt hier al je buien hoor, Jerik. Rijdt het ik bot heel nou? Wist je die hebben? Oh nee. Zijn we helemaal droegen? Nee, ik een buien hoor. Nee, wij, toen we uitstappen uit de auto weer droegen gelukkig. Wij zo'n zessen. Hoe is het nou leuk hoor? Nou, voor Jerry, zet hem. Nee. Even je net het chillje downloaden. Dat was voor. Oh, draaien. Sissa. Hey, hoi.